Zoals jullie misschien weten of jullie misschien niet weten, zijn er twee mogelijkheden om een zwembad eigenlijk winterklaar te maken. Misschien drie. Dat is voor een intakezwembad bijvoorbeeld het zwembad volledig afbreken en opbergen. En dan zijn er eigenlijk twee meest bekende mogelijkheden. Zijn actief overwinteren of passief overwinteren. Wat wil dat zeggen? Actief overwinteren is eigenlijk het water in je zwembad laten staan, dus op het niveau dat het nu staat, en bij vriestemperaturen het water laten circuleren. Anderzijds, het passief overwinteren is eigenlijk het water laten zakken tot op een bepaald niveau van uw inspuiters en uw skimmers, dus dat er geen water meer in de leidingen zit, en zo eigenlijk uw zwembad op een veilige manier, zodanig dat als er vorst zou zijn, dat de leidingen en zo en alle accessoires niet zouden kunnen bevriezen. Dus dat is eigenlijk alles, alle leidingen en toestellen vrijmaken van water. We zullen eerst even beginnen met basisbenodigdheden eigenlijk, de basisbenodigdheden voor het winter klaarmaken. Dus eigenlijk is het belangrijk om te starten met de waterkwaliteit nog eens na te meten, voordat we alles gaan stopzetten. Misschien in alle gevallen zo, maar ga je zwembad toch niet meer gebruiken. En dat kun je eventueel doen met een flexitester of een poollamp. Dat is een digitaal meetinstrumentje waar dat u de waterkwaliteit mee kan meten. Er zijn ook nog andere methodes. Dit zijn volgens mij de meest betrouwbare methodes. Nameten en het corrigeren eventueel van uw waardes. Want pH moet tussen de 7,2 en 7,6 zijn. Uw chloorwaarde tussen de 0,5 en 1,5. Kunnen we dan eigenlijk een winterproduct toevoegen. Dat is eigenlijk dit. Dat is een fles. Wintercare noemt dat. En dat gaat ervoor zorgen dat je in de winter eigenlijk minder algevorming, dus vanaf 15 graden heb je sowieso al minder algevorming. Dat gaat ervoor zorgen dat je in de lente eigenlijk vrij snel je zwembad terug goed gaat krijgen. Wat wil dat zeggen? Dat er niet te veel groen in het zwembad gaat terechtkomen, of gaat ontwikkelen in het zwembad. En momentje. Dus dat gaat ervoor zorgen dat er minder ontwikkeling gaat zijn van algen en dat u eigenlijk gemakkelijker uw zwembad in de lente terug gaat kunnen opstarten en helder water bekomen. Dit is zowel geldig voor een actieve als een passieve overwintering, tenzij je zegt van ik ga gewoon heel het jaar door blijven chloor en pH doseren in mijn zwembad, dan is dat natuurlijk niet. Als u zegt van in de winter heb ik geen zin om elke dag of om de 2-3 dagen of mijn automatisch doseersysteem te gaan werken voor uw pH en kleurwaarden op peil te houden, dan kunt je bus erin doen. Als je zegt ik doe dat wel, geen probleem. Die bus van de liter die is geconcentreerd, dus dat is voor 50 kuub. We hebben ook bussen van 5 liter, die zijn niet geconcentreerd. Dat is dan meestal voor de iets grotere zwembaden ook dat genomen wordt. Dat zijn twee verschillende hoeveelheden. Dan voor ook een zeer goed product dat wij ook veel aanraden, dat zijn de poolcells. Dat is ook een product dat fosfaten uit uw water gaat halen. Dus wij raden aan van in de winter zo één poolcellje eigenlijk in het skimmermandje te leggen als u passief overwintert, dus het zwembad leeglaat, en dat dan in het skimmermandje te zetten en dan in uw zwembad bij een colafles bijvoorbeeld. Zoals ik gezegd heb, één poolgelletje in een skimmermandje, eventueel een colafles eraan hangen met een koortje, zodanig dat poolgelletje gans de winter eigenlijk in uw water blijft en de fosfaten uit uw water haalt, zodanig dat je ook minder algenvorming gaat hebben. Fosfaten is de voedingsbron van algen, dus als die fosfaten uit water zijn, gaat je ook veel makkelijker eigenlijk in de lente terug kunnen opstarten. Dan voor het passief overwinteren. Gaat je dus een deel water uit je zwembad laten. Dus dan gaat je, als je bijvoorbeeld bij een inbouwzwembad, gaat je dan winterdoppen plaatsen. Dat heb ik gezegd, dat pak je neer, dat is gemakkelijker. Dus dat is eigenlijk een rubberen dop, dat je in een inspuiter kunt doen, en dan vastdraaien, zodat die vast komt te zitten. Als er dan regenwater in je zwembad zou komen, gaat dat niet in die lege buizen terechtkomen.
Dus dat is wel belangrijk dat er geen stilstaand water komt in PVC-buizen of in zwembadbuizen in het algemeen, als die losgekoppeld zijn. Of als die nog vastzitten ook, als die losgekoppeld zijn, is dat iets minder rampzalig. Maar als die vastzitten nog aan het zwembad, ja, dan kunnen die leidingen bevriezen en daarvoor dienen die winterdoppen. Die zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Dit zijn zeer grote, iets kleinere variant en een minietje. Dan moet je juist een keer kijken welke soort van inspuiters dat u juist heeft. Voor een inbouwzwembad heb je ook een skimmer. Daar wordt er aangeraden om een gizmo erin te plaatsen. Dat is een volle plastieke buis met schroefdraad. En die kan u dan zo in de skimmer draaien, ofwel met een kleine schroefdraad, ofwel met een grote schroefdraad. En zo gaat je ook ervoor zorgen, moest er water in je skimmer terechtkomen, dat dat niet in die buis onder de skimmer gaan bevriezen eigenlijk. Dus dat is voor passief overwinteren. Als je zegt, ik ga actief overwinteren, is dat eigenlijk de veiligheidsthermostaat dat je nodig heeft. Je ziet, dat is stekker klaargeleverd, dus dat is de twee stekkers aan, ene voor je pomp aan te sluiten en ene voor in stopcontact te steken. En dan heb je hier een draaischijf waar je de vriestemperatuur kunt gaan instellen dat je wenst. Dus vanaf dat je zegt, vanaf 3 graden wil ik dat mijn pomp opspint, zodanig dat mijn installatie niet gaat bevriezen, kun je die zo instellen op 2 à 3 graden ongeveer. En dan gaat je pomp opspringen en bewegend water gaat niet bevriezen. Dus dat beschermt eigenlijk je leidingen, je pomp enzovoort. De warmtepomp, als je die niet gebruikt, zou ik die sowieso afkoppelen en het water eruit halen voor geen bevriezing te hebben. Dat is niet nodig, maar allez, ik raad dat toch wel altijd aan om dat zeker te doen. Je moet maar eens een strenge nachtvorst hebben. Je pomp springt niet op, of te laat op, of er is te weinig flow. Het is altijd wel beter om je warmtepomp te beschermen daarmee. Je circulatiepomp, die heb je sowieso nodig dan om circulatie in je zwembad te hebben. En geen bevriezing van die leidingen te hebben. Om even terug te gaan naar de warmtepomp. We hebben een bus, dat noemt warmtepompreiniger van GEP. Dat is eigenlijk een bus om de lamellen van uw warmtepomp. Hier staat er eentje achter mij. Dus die lamellen achteraan de warmtepomp, aan de andere kant van de ventilator. Die komen vol met vliegjes, stof en andere vuil te zitten. En wij raden aan om voor de winter eigenlijk die bus te gebruiken. En dat erop te spuiten. 2 à 3 minuten te laten intrekken. En dan met de taanslang voorzichtig af te spuiten. Dat al het vuil eigenlijk van die warmtepomp weg is. En dat die warmtepomp ook niet gaat, dat vuil daar niet gaat op aankoeken eigenlijk. Dus daarom zeer, zeer goed product daarvoor. Zeker nodig om te gebruiken voor de winter, zodat die warmtepomp ook efficiënt gaat nog altijd werken het jaar daarna. Als u zegt van hoe moet ik mijn warmtepomp beschermen? We hebben covers in verschillende maten die dat u over uw warmtepomp kan plaatsen, die dat dan leeg is natuurlijk en afgekoppeld van de stroom, dus de voeding eraf of de stopcontact uitgetrokken. En dan kan u zo een soort van thermisch deken erover leggen voor die nog extra te beschermen tegen weer en wind en nog een deel tegen vries. Het is natuurlijk een vrij dunne cover, dus als er water in uw warmtepomp zou zitten, dat kan nog wel altijd bevriezen, want het is gewoon een beetje voor de elektronica en zo in uw warmtepomp te beschermen en dat u zo'n cover kan aanschaffen. Dan, als u passief overwintert, maar ook actief, is het altijd interessant van een reiniging te doen, als je een liner hebt natuurlijk, van de waterlijn van je liner. Dus op de plaatsen waar de waterlijn altijd is, ga je een aftekening krijgen in de meeste gevallen, een soort van grijze, bruine aanslag, die dat u dan met een borsteltje, een sponsje met die waterlijnreiniger eigenlijk, kan verwijderen. Zodanig dat die ook niet infret in de liner tijdens de winter. En bij passieve winter is dat natuurlijk gemakkelijk, want het gaat een deel van je water leeg laten, waardoor je eigenlijk gemakkelijker die waterlijn kunt reinigen. Hebben we hier nog een product? Als u zegt van mijn filter, ik wil die toch proper houden, kun je altijd filterreiniger gebruiken. Dat is een product eigenlijk om het zand
in uw filter te reinigen, zodanig dat die het jaar daarachter, glaspalens, dat is ook aqualum, is natuurlijk niet interessant voor dat te gebruiken. Het is echt verzand of glasparels eigenlijk een grondige reinigingsbeurt te geven. Dus daar kunt je filterreiniger voor gebruiken. Uw water is in de meeste gevallen dan, als je passief overwintert, ook al uit de filter. Dus dan is dat ook een moment om een keer ja, een grondige reiniging te doen van je filter. Hebben we nog het rolluik? Als u dat eventueel heeft, niet iedereen heeft een rolluik. Maar hebben we ook nog een product voor? Dus tijdens de zomer gaat je zwembad intensief gebruiken. Waardoor je rolluik door warme temperaturen ook een beetje groen kan worden en een aanslag kan krijgen, een beetje kalkvorming. Dus daar hebben we ook een product voor. Dat is lamellenreiniger. We hebben dat ook in combinatie met een borstel. Dat is een speciale borstel met een dop achteraan, die dat u kan aansluiten op een tuinslang. En kan u zo die dop eraf schroeven en dat product daar ook in doen. Kunt je eigenlijk dat product aanbrengen met de borstel, met uw tuinslang. Daarna is het eigenlijk ja, een aantal uur, 1 of 2 uur, 3 uur, laten intrekken, zal ik maar zeggen. En dan met de tuinslang of drukreiniger uw lamellen afspuiten. Dat is wel belangrijk, want als je die hele winter vuil laat, ja, dan gaat dat ook weer inkoeken op die lamellen. En gaat je dat er moeilijker en moeilijker afkrijgen. Dus het onderhoud van je lamellen is eigenlijk wel een belangrijke stap voor de winter. Dan gaat je ja, een afdekking plaatsen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Voor intex zwembaden of opzet zwembaden hebben we van die covers in verschillende maten. Dat is een simpel zeiltje eigenlijk voor op intex zwembaden te zetten. Het is niet van topkwaliteit, maar is voldoende voor het zwembad af te dekken in de winter. Iets betere versie zijn. Oeps, kom ik hier. Hier, toch niet. Sorry. Deze zeilen die zijn van het merk Gree. Dus je ziet daar een metalen zwembad. Maar dat zijn eigenlijk zeer kwalitatieve passen. En die hebben ook zo een trekkersysteem eigenlijk, een metalen systeem, dat u eigenlijk de draad, dus een soort van metalen wasdraad, dat geplastifieerd is, kunt aantrekken, zodanig dat ja, mooi strak, zoals u kan zien, rond uw zwembad gaat passen. Dus dat is geschikt voor alle opbouwzwembaden, Intex, Best2, Gree, noem maar op, houten zwembaden, metalen, dus daar kun je eigenlijk allemaal deze passen voor gebruiken. Iets kwalitatiever ook als die van Intex. Dan voor inbouwzwembaden maken wij ook basjes op maat, winterbasjes op maat. Zoals u kan zien, dat zijn PVC-zeilen. Die zijn beschikbaar in diverse kleuren. Grijs, blauw, groen. Twee soorten groen, lichtgroen, donkergroen. En er is ook nog een budgetzeil. Dus dat is ook een blauwe zeil. Dat is niet gemaakt in PVC, maar in polyethyleen. Dat is iets minder van kwaliteit, maar die is ook iets goedkoper. Die zeilen die kan je gewoon bestellen op onze webshop. Bij afdekkingen, winterzeil op maat. En dan kan u daar eigenlijk een zeil de maten ingeven van uw zwembad. En dat wordt dan na betaling geproduceerd en bij u thuis geleverd. Die zeilen die worden meestal vastgemaakt met rekkers, met elastieken. Dat zijn bijvoorbeeld een standaard elastiek van 40 centimeter. Als u bepaalde constructies heeft van ja, dat moeilijk is om uw zeil te bevestigen, kunnen wij ook gewoon elastiek per meter verkopen. Dat is gewoon op rol. En dan wordt dat eigenlijk ook door die ogen, dus op dat winterzeil worden ogen geplaatst, en wordt dat ook door die ogen dan geregen. En dan kan u dat op ja, moeilijkere plaatsen bevestigen in sommige gevallen. Anders wordt er eigenlijk gewoon een elastiek doorgestoken. En kan u dat dan zo vastmaken aan uw terras of in uw gras of zo. Ik ga jullie even laten zien wat de mogelijkheden zijn om een winterzeil vast te zetten. Dus je hebt gewoon standaard haken, inoxe haken, waar dat u dan de elastiek zo gaat doorrijgen. En dan op een houten plank of zo kan vastwijzen of op een betonnen muur aan de zijkant van uw zwembad, afhankelijk van ja, hoe dat u juist wilt bevestigen. Je hebt van deze pinnen, dat zijn eigenlijk pinnetjes voor in een terras te plaatsen, in natuursteen. En ja, die gaan, of
keramische tegels of zo. Dus dat zijn pinnetjes die naar beneden zakken als je die niet gebruikt. Dus je dient die gewoon omhoog te trekken. En dan kan u weer de elastiek er eigenlijk rondzetten en zo uw winterzeil ontspannen over uw zwembad. Dan heb je ook nog zo van deze pinnen. Die zijn eigenlijk bedoeld om in een houten terras. Dus dan moet je eigenlijk gewoon zo gaan draaien. En dan komen die ook gewoon komen die eigenlijk ook gewoon zo eruit, waardoor dat je eigenlijk terug ook die elastiek er zo kan rondtrekken. Andere mogelijkheid zijn ook nog graspinnen. Dat zijn eigenlijk gewoon metalen pinnen die je in het gras kan duwen en dan eigenlijk terug zo het zeil kan bevestigen. Om het zo op te spannen. Dan, voor te vermijden eigenlijk dat je zwembad gaat bevriezen in de winter, dus dat er een ijsvlakte gaat vormen in het zwembad, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel gaat u ijsbrekers plaatsen, dus dat wordt diagonaal in het zwembad geplaatst, over gans de lengte van het zwembad. En die kun je eigenlijk met zo van die haken aan elkaar klikken. Dus die kun je met elkaar verbinden. Op het einde kun je dan misschien een metertje elastiek nemen of zo, erdoor rijgen en dan ook ergens vastmaken op een punt waar dat je winterzeil vastzit of ergens een haak van je zwembad of ergens een plaats waar je dat kunt vastzitten. Daar zit van onder eigenlijk een gewicht in, waardoor dat die half drijven en die breekt eigenlijk je waterlijn zodanig dat er geen grote ijsvlakte zich kan vormen in je zwembad. Een andere optie is ook iets heel goed, dat is een winterkussen. Dat is eigenlijk ook een soort van zeil met ogen aan. En dat kan u opblazen. Je kan zien, je kan dat hier opblazen en gemakkelijk aflaten via een ventiel. En zo gaat je eigenlijk een bol vormen onder uw afdekking. Zodanig als er sneeuw of bladeren of veel water terecht in komt, dat het zeil niet naar beneden gaat zakken in uw zwembad. Dat het altijd mooi bol blijft staan. Dus daarvoor hebben wij dat winterkussen eigenlijk aangeboden. En ja, dat wordt eigenlijk het meeste genomen voor het moment. Die ijsbrekers, dat wordt ook nog veel genomen. Maar de meeste mensen stappen wel meer en meer over naar een winterkussen, omdat dat toch wel net iets beter is, omdat er dan minder vuil in die bas blijft liggen. En dat het water ook en de sneeuw allemaal altijd naar beneden gaat glijden, naar het terras of naar het gras. Dat dat ook soms gebruikt wordt als je op plaats zit waar dat veel wind is. Een zeil, ja, daar kan altijd wind onder schieten. En als je op een vlakte woont waar dat er veel wind is, worden er eigenlijk zo van die, ja, ook een soort van opblaasbare kussens op het zeil gelegd, zodanig dat het zeil mooi op de boordstenen blijft liggen en dat er geen vuil onder het zeil kan komen. Dus dat wordt, ja, veel genomen op plaatsen, ja, zoals ik zeg. Maar dat er extreem veel wind is en veel bladeren en zo, en dat het toch nog onder het zeil kan komen, dan worden er zo van die, ja, opblaasbare kussens. Het is niet echt opblaasbaar, maar daar doet je dan water in. Maar dan kunt je eigenlijk volledig vullen met water en door dat gewicht gaat je dan dat zeil naar beneden drukken. Ziezo, ik denk dat we dan min of meer rond zijn met de producten die ik u wou laten zien. We gaan binnenkort ook een mailing sturen over winterklaarmaken van uw zwembaden. Daar kan u ook een beetje meer informatie over terugvinden. In onze winkels kunnen ze ook altijd met raad en daad bijstaan wat dat u juist nodig heeft, hoe dat u juist precies een winterzeil moet bestellen op maat. Dus daar kunnen we altijd mee helpen ook, ook bij speciale constructies van zwembaden. Mag je ook altijd gewoon, als u zegt van ja, ik vind mijn maat niet, mijn standaardmaat niet bij, allee, of de maat niet bij de standaard zwembaden, ik zal het zo zeggen. Kunt je ook altijd gewoon een mailtje sturen naar info@zwembad.eu met een plannetje van wat dat u juist wenst. En kunnen wij ook afdekzeilen maken, echt op maat, hoe dat u dat juist wenst eigenlijk voor uw zwembad. In de winkels hebben wij ook brochures liggen, kunnen die ook eventueel via mail versturen. Mijn korte samenvatting hoe dat u juist actief of passief gaat overwinteren, dat dan stap per stap is uitgelegd. Kan u ook even een mailtje versturen naar info@zwembad.eu en dan kunnen we die brochure ook even doorsturen.
Zoals ik gezegd, die ligt ook in al onze winkels, dus u mag rust altijd eentje meenemen. Goed, ik blijf nog even een kwartiertje, 20 minuten online voor eventuele vragen via chat te beantwoorden. En anders kan u ook gewoon altijd gewoon de mail sturen en dan zal ik daar ook op antwoorden. Even kijken. pH en kleurwaarde die gaan zeker variëren. Kleurwaarde, als je geen kleur niet meer toevoegt, gaat die waarde eigenlijk ja, volledig verdwijnen. Je pH-waarde gaat pas beginnen schommelen op het moment eigenlijk dat er regenwater in je zwembad komt. En dan gaat je eigenlijk ja, variaties krijgen op pH. Maar normaal gezien, water dat ja, niet in beweging is, gaat niet direct van pH, of toch niet zwaar van pH gaan beginnen gaan veranderen. Dus je kleurwaarde gaat sowieso minderen als je er geen kleur meer bijvoegt. Dat is wel waar. Dus het water moet zeker en vast uit de filter. Dus als u passief overwintert, moet u al het water uit alle onderdelen leeghalen. Dus de pomp moet leeggehaald worden, dus topjes eraf draaien onderaan of afkoppelen en leeggieten. Aan de filter zit meestal ook onderaan een leeglaatventiel. Moet u eraf afschroeven en gaat die filter leeglopen. Je moet wel zien dat je altijd eerst een backwash doet voordat je de filter leeglaat. Want anders zit er nog heel veel vuil in dat zand. En gaat dat allemaal ja, aankoeken in de winter. Nog beter is om, ja, zoals ik al gezegd had, de filterreiniger te gebruiken. Zodanig Filter Plus, zodanig dat uw zand ook nog eens ja, een extra boost krijgt om volgend jaar nog altijd heel performant te kunnen filteren. Ja, Stefan, ik zie dat u niet tevreden bent met mijn presentatie, maar u mag gerust altijd naar onze winkels komen en dan kunnen wij specifiek over uw zwembad uitleg geven hoe dat u dat moet behandelen. Ik geef niet echt een show over producten, maar ik probeer een uitleg te geven van ja, hoe dat u uw zwembad ja, best kan in wintermodus zetten. Zonder de producten kan u dat helaas wel niet doen. Kan ook moeilijk producten van de concurrentie beginnen gaan tonen. Dus ik weet niet juist waarom dat het niet goed is, maar u mag altijd mailtjes sturen naar info@zwembad.eu en dan kan ik specifiek op uw vragen antwoorden als u specifieke vragen heeft. Dus het water moet wel inderdaad proper zijn, Katrien. Je moet zien dat het water helder is voordat u eigenlijk uw zwembad in winterklaarmodus zet. Zodanig dat er geen ja, algenvorming of zeer veel algenvorming gaat komen. Dus die producten die houden wel de algenvorming tegen. Maar het is de bedoeling wel dat het water proper en de waardes optimaal staan om zo een goede overwintering te garanderen. Ik zie hier een persoon met de letter A, dus over een vraag over het rollaak. Als u een opbouwrollaak heeft, kan u het best gewoon bovengronds laten overwinteren. Als het een inbouwrollaak is, dan is het best van het opgerold te laten en dan een winterzeil erover te plaatsen. Als dat een probleem is om dat te doen, is er ook altijd een mogelijkheid om een winterzeil bij ons te bestellen met gaas. En daar is het eigenlijk geen probleem om het winterzeil over het rollaak te laten, omdat er daar ook dan ja, water door kan. Maar in de meeste gevallen, ook onze leverancier had altijd aan van het rollaak opgerold in het zwembad te laten. Als het een opbouw is, kan u natuurlijk ook gewoon opgerold laten en dan een wasje erover leggen ofzo. Mark, ik zie hier een vraag over een Intex zwembad. In de handleiding staat in dat het zwembad moet afgebroken worden in de winter. Voor garantieredenen en zo. Maar ja, mijn mening, hè, dat is dan enkel mijn mening, is als je dat water allemaal eruit moet doen van een Intex zwembad, ja, dan zijn we wel redelijk wat geld kwijt, zal ik maar zeggen, aan water. En dan moeten we dat terug bijvullen in de zomer. Dus de meeste van onze klanten laten zo'n grote zwembaden in de winter wel staan. En die gaan dan ofwel passief ofwel actief overwinteren.
Maar zoals ik gezegd heb, moest er een probleem zijn in de winter, er bevriest iets of zo, ja, gaat Intex wel altijd zeggen in onze handleiding staat dat het niet buiten mag blijven. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Het filtersysteem, als u dat in de winter wilt laten opstaan, is het ook aan te raden van dat 1 à 2 uur per dag eventjes te laten draaien. Als de temperaturen echt zeer laag zijn, is het minder nodig, maar het is vanaf dat de temperaturen een beetje terug naar omhoog gaan, zou ik dat wel aanraden, Erik. Je kunt actief overwinteren. En de filter leeg laten als je je leiding van je filter kunt afkoppelen. Dat is een vraag van Guy. Je kunt enkel je pomp gebruiken en dan je filter afkoppelen. Dus nu wel iets dat ik nog niet tevreden, sorry, waar ik niet echt info over heb. Ik heb nog niet meegemaakt dat iemand die vraag stelt. Maar in principe zou het je met je pomp, dus je pomp op de vriesthermostaat kunnen aansluiten en dan zonder de filter te gebruiken. Dus die filter dat je die ook kunt leeglaten, inderdaad. Dat zou in theorie mogelijk zijn. Anderzijds, als de temperaturen wat omhoog gaan, ja, dan moet je de buizen terug gaan omwisselen en zo. Dus ja, ik begrijp niet goed wat dat het nut ervan zou zijn. Ik zou hem persoonlijk de filter gewoon aangesloten laten. Dus Guy, nog eens een vraag. Dus ik had het juist al misschien al eens gezegd van de pomp 1 à 2 uur per dag te laten draaien tijdens de winter. Als het niet vriest. Ja. Maar ik zeg het vanaf, er is een keerpunt plus minus dat je kunt in rekening houden. Rond de 15 graden gaat je eigenlijk ja, meer algevorming krijgen. Dus vanaf 15 graden is het aan te raden van eigenlijk terug gaan kleur te doseren en je zwembad op te starten eigenlijk. Ofwel, ja, als je de winterzeilen gebruikt, als je zo'n winterzeil gebruikt, die zijn niet lichtdoorlatend. Dus zonlicht gaat er niet direct aan kunnen. Maar vanaf de temperaturen terug wat hoger gaan, kan het zijn dat je terug algevorming krijgt. Als het een hele zachte winter is, raden wij ook aan van altijd een tweede hoeveelheid winterklaar bij in je water te doen en een beetje te mengen met een borstel of een schepnet of zo, zodanig dat groenvorming eigenlijk terug gaat tegenhouden. Dus best even in uw agenda begin januari een alarmje zetten voor eens naar je zwembad te gaan kijken. Als je ziet dat het een beetje groen begint aan te worden, zou ik nog een deel van dat product eigenlijk bijdoseren. Een bubbelzeil kan je gewoon best ergens binnenleggen, ofwel als het te groot is, buiten leggen met een badge erover, zodanig dat het niet vuil wordt en dan ja, volgend jaar teruggebruiken. Ik heb ook testen gedaan met de lamellenreiniger. Als uw bubbelzeil of uw winterzeil zeer vuil is, kunt je ook met die lamellenreiniger eigenlijk ook de aanslag van bubbelzeilen en winterzeilen verwijderen eigenlijk. Moest dat het geval zijn. Dus ja, Vicky vraagt nog eens voor de zeofineblokje. Dus je moet er eigenlijk gewoon voor zorgen dat dat blokje in je water blijft drijven. Dus je neemt een mandje, iets dat niet drijft, zal ik maar zeggen, dat het in het water. Dus je moet zorgen dat dat blokje eigenlijk in het water drijft. En de meeste mensen nemen gewoon een skimmermandje, die doen daar een koordje aan en dan een colafles met lucht in. En dat het zo gezegd dient als een boei. En dan gaat dat zeofineblokje eigenlijk drijven in uw waterlaag. Sven vraagt mij: moeten alle koppelingen met rubberdichting losgemaakt worden? Ik veronderstel dat dat dan over een Intex zwembad gaat.
Je moet eigenlijk ervoor zorgen dat alle buizen eigenlijk leeg zijn. Een rubberen dichting, dat kan altijd wel een beetje aangetast worden door weersomstandigheden en kleur en zo van die dingen. Daarvoor hadden wij ook altijd aan van daar een beetje siliconenvet of vaseline aan te doen, zodanig dat die rubber eigenlijk altijd in optimale conditie blijft. Maar moeten die losgemaakt worden? Goh, daar heb ik niet echt een uitgesproken mening over. Als je die losmaakt, kan dat zijn dat die nadien gaan lekken. Als je ze dicht laat, kan het zijn ook dat ze na verloop van tijd gaan lekken. Dus ja, daar kan ik niet direct een antwoord op geven. Mijn mening, alleen zou ik zeggen, van, ja, ik zou ze dicht laten. Tenzij dat je alles moet leegmaken voor het water eruit te doen natuurlijk. Ik zie hier Noël die een vraag stelt over het winterzeil. Moet het er overblijven tijdens de winter? Dat is toch de bedoeling. Want anders gaat je lichtinval krijgen. En komen er ook, als er veel bladeren in je bomen en bladeren of hagen en zo en vuil. Ja, als er wind is, gaat er altijd veel vuil in je zwembad komen. Waardoor dat wel aan te raden is van als je passief overwintert, van er een winterzeil over te doen. Elke heeft een vraag over ook het winterzeil en pH en kleur. Dus je moet eigenlijk, als je geen kleur toevoegt, moet je geen kleur meten. Dus vanaf 15 graden kun je eigenlijk gewoon met dat winterproduct werken en is het eigenlijk niet nodig van kleur of pH bij te voegen. pH kun je wel af en toe controleren, maar kleur is eigenlijk niet echt nodig als je dat product gebruikt. Tenzij dat je zegt van ja, ik blijf, ik had al er juist even toegelicht, als je zegt van ik blijf pH en kleur toevoegen en ik gebruik geen winterproduct, dan kan je gewoon die waarde af en toe meten. Ik heb thuis ook een zwembad, mijn overkapping, en ik gebruik ook een winterzeil eigenlijk om geen UV-licht en geen zonnestralen eigenlijk in het water te krijgen, waardoor ik weinig of geen algenvorming heb in de winter eigenlijk. Er zijn inderdaad, Harry, lijstjes, die zijn in de winkel te verkrijgen. Ofwel kan u gewoon op info@zwembad.eu even de lijst vragen of dat u de brochure kan krijgen over winter klaarmaken. En dan kunnen we die zo via mail doorsturen naar u. Dus Dirk heeft de vraag over het reinigen van de liner, dus over de waterlijn. Dus dan moet u reinigen tot waar dat u een aftekening heeft van uw vuil. Hè. Dus je bent niet verplicht van uw liner te kuisen als die niet vuil is. Maar als je ziet dat daar bij de meeste mensen komt daar zo een beetje bruin, grijze, soms witte aanslag op. En afhankelijk daarvan kan u nog kiezen of dat u een alkalische reiniger neemt of een zure reiniger. Een zure reiniger is meer voor kalkaanslag, dus witte vlekken. Als het bruin of groene aanslag is, dan is dat meestal een alkalische reiniger dat je daarvoor best kunt gebruiken. Dus dat de twee producten zijn bij ons te verkrijgen. En dan kan u dan met een sponsje of een borsteltje of zo kuisen. Maar dat is niet echt een diepte. En dus gewoon tot waar je een zichtbare vervuiling hebt eigenlijk. Zoals gezegd, Stefan, stel gewoon uw vragen via info@zwembad.eu en ik zal op al uw vragen antwoorden. Hier een vraag van Erik over het actief overwinteren.
Je kan een dekzeil gebruiken. Is niet aan te raden om passief te overwinteren. Dat weet ik niet, want het is toch aan te raden om toch altijd een deel van je water te verversen. Omdat je op een gegeven moment ja, een verzadiging van kleur krijgt ook in je zwembad. Waardoor dat je eigenlijk ook ja, minder kwalitatief water heeft en soms meer problemen kan hebben. Dus persoonlijk, ik overwinter ook passief en ik heb een zwembad van 60 kuub. Ik vind dat net iets beter ook. Allee, er is ook één groot nadeel, vind ik persoonlijk, aan actief overwinteren. En dus, dat is eigenlijk niet persoonlijk, maar als je pomp niet opspringt bij vriesweer, zelf mijn thermostaat, als er een stroompannen is of zo, werkt die elektriciteit niet en heb je nog altijd een kans dat eigenlijk je leidingen gaan kunnen bevriezen. En dat is eigenlijk de enige reden waarom dat ik eigenlijk ook niet actief ga overwinteren. Omdat ik toch altijd ja, dat risico vind. Moest de pomp niet opspringen, de pomp slaagt niet aan, de zekering springt, er is geen stroom. Dus allee, ik persoonlijk verkies passief overwinteren. Actief overwinteren heeft een groot voordeel eigenlijk, dat je sneller kunt opstarten in de lente. Dus de waterkwaliteit als je actief overwintert is altijd beter dan dat je passief overwintert. Als de pomp draait in de winter, moet je de skimmer natuurlijk niet opvullen, want anders heb je geen watercirculatie niet meer. Als een rolluik, ja, als daar echt groen in zit, is het ja, de enige manier eigenlijk om dat weg te krijgen, is met een hoge drukreiniger. Dat is een beetje foefelen, maar ja, dat is niet echt een ideale oplossing voor. Dus we hebben wel onze lamellenreiniger, die dan een deel van ja, die groene aanslag gaat wegnemen. Maar als dat echt tussen de lamellen zit, is dat soms zeer lastig om dat weg te krijgen. Daarvoor hebben ze ook nu speciale lamellen uitgevonden. Met een kamer eigenlijk, die niet zichtbaar is voor de oog. En waar dat eigenlijk de onderkant van die kamer ja, groen kan worden, maar de bovenkant van die kamer van die lamellen eigenlijk ja, transparant blijft. Maar daar is niet echt een mirakel voor. Als er algenvorming in zitten, dan heb je ooit een keer problemen gehad met je waterkwaliteit, waardoor dat die algen zich gaan beginnen vormen zijn in die lamellen. En eigenlijk ja, die groenaanslag heeft ontwikkeld. De enige manier om dat weg te krijgen is echt met een hoge drukreiniger en ja, plaatsje per plaatsje weg te doen eigenlijk. Als je dat wilt vermijden, kun je altijd een automatisch doseertoestel plaatsen. Of dat, ja, moest je dat al hebben, een beetje meer controleren of zo, of dat er niks mis mee is, dat de pH en de kleurwaarden altijd goed is. Dus ik zou aanraden om een keer de seminarie te volgen over chemicaliën en over doseringen en zo. Dus daar wordt eigenlijk meer toelichting gegeven over dit soort zaken. Dus een bubbelzeil kan je best niet laten liggen in de winter. Waarom niet? Omdat die bubbeltjes, als die bevriezen in die ijslaag, gaan die eigenlijk stuk gaan. Dus een bubbelzeil kan je beter opbergen. Dus dat zou ik zeker niet laten liggen in de winter. Die poolgels die kan je bij actief overwinteren eigenlijk gewoon de hele tijd door gebruiken als u dat wenst. Zo'n poolgelletje, als je dat blijft filteren, dan moet je dat wel om de 3 jaar, in normale omstandigheden zou ik dat om de 2 à 3 weken vervangen. In de winter kun je dat misschien om de maand vervangen dan of zo. Maar dan kun je dat gewoon in je mandje zetten van je filterpomp of in je skimmermandje. Dus het kussen, Guy vraagt een vraag over het winterkussen. Het winterkussen is verkrijgbaar in 2 maten, in 1,50 meter op 1,50 meter en 2,20 meter op 2,20 meter. En ja, als je dat opblaast, is dat toch wel ongeveer ja,
een kleine meter dik. Dus dat komt normaal gezien als je inspuiters, wat wij voorschrijven eigenlijk, waar dan een inspuiter moet zitten, is ongeveer 50 centimeter. Als je zo'n groot winterzeilkussen neemt, van 2,20 meter op 2,20 meter, is dat geen enkel probleem eigenlijk om die dikte eigenlijk te bekomen van de inspuiters tot de bovenkant van je zwembad. Tenzij dat ze echt zeer diep zitten, dan is het natuurlijk wel een groter probleem, denk ik. En dan is het misschien beter ook van actief te overwinteren, want dan moet je ook wel vrij veel water uit je zwembad laten om het passief te laten overwinteren. Goed, ik weet niet of dat er nog bijkomende vragen zijn. U mag die ook altijd sturen naar info@zwembad.eu. Dat is geen enkel probleem. We zullen daar zo spoedig mogelijk op antwoorden. We gaan dit seminarie later ook nog op YouTube zetten, zodat je dat nog eens kan herbekijken. Moest er nog iets zijn, ook altijd welkom in onze winkels. Kunnen ze ook altijd een woordje uitleg geven. Als u graag nog een kleine folder wilt over actief en passief overwinteren, kunnen wij die ook doorsturen via mail in een bijlagende PDF zetten, zodat u dat nog eens rustig kan doornemen. Voilà, ik denk dat we zo ongeveer rond zijn. Zoals ik gezegd heb, moest er nog vragen zijn, shoot nog heel even, en anders gaan we afsluiten hierbij. Dus bij passief overwinteren, als er het water gaat stijgen, daarvoor had ik gezegd dat er van die gizmo's waren voor in de skimmer te zetten en winterdoppen voor in de inspuiters, zodanig dat uw leidingen niet vol met water gaan komen te zitten. Als u een intakezwembad heeft of een best 2 zwembad of eender welk opzetzwembad, kan u ook gewoon de leidingen loskoppelen en gaat het water eigenlijk gewoon zo uit uw zwembad lopen, het overtollige water. Goed. Ik zie dat er nog maar een aantal mensen aanwezig zijn. Ik denk dat we zo rond zijn. Tot ziens, bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.